mensen van Nipo's Gamers, vandaag doen we Minecraft Skywars aflevering 10. En ik ben hier te samen met... En wie is ik? Vic Bruneel. En ja, hij mag ook eens in de video zitten. Zeg maar hallo. En dit is Frik zijn broer die je nu hoort praten waarschijnlijk. Allee, ga en tot. En ik kan een hele zwaardenclub beginnen. Want zoveel zwaarden, dat is niet normaal. Dus ja, ik kan een zwaardenclub beginnen. Die zwaarden verkoopt. Illegale zwaarden verkoop. Ik ook, maar ik heb er nog maar twee. Assassin's Creed, Blackflag. Hoe duur denk je dat was? 40. En jij bent dood! Jij bent dood! Ja, jij bent dood, motherfucker! Oké. One down. Hoeveel denk je, Basje? Dat heeft kost, hè? 30 kost al 40. Nee, 19 euro. Oh, je kost al weinig dan ik dacht. Maar in Mediamarkt kost... Bye bye, motherfucker! Ja. Yeah. In Mediamarkt kost die 40 euro. Echt, hé? Maar ze passen de prijs daar niet aan. Hey, één tip voor je kijkers. Als ze spaghetti gaan kopen, altijd naar de fun gaan. Ofzo. Naar de fun, maar nooit naar de Mediamarkt. Nu gaan jullie zeker zeggen waarom. Ja, Vic, leg maar uit. Ja, in de Mediamarkt. In de Mediamarkt is, passen ze de prijzen niet aan, volgens hoe oud dat is. En in al de rest van de winkels, like Assassin's Creed, heb ik gekocht voor 20 euro. En in de Mediamarkt kost het 40 euro. Mm-hmm. Dus ja. Die bitch heeft niks door. Ja, als je haalt genoeg hebt, zijn niet in je mode, he, naar de Mediamarkt, maar als je haalt genoeg hebt, graag onnodig geld uitgeven. Ga naar de Mediamarkt. Voilà, die bitch is ook dood. Oké, nou is potje. Er leven nog 5 mensen. Er zijn nog 4 vijanden en wij geen golden apple meer. Dat zuigt een beetje, maar we kunnen nog altijd het beste ervan maken. Er zijn daar 2 teamers. Ik ga ook een zuigen. Oh shit, ik heb geen pijlen meer. Verdomme. Laten we maar naar beneden gaan voor wat hout. En ik word ook weer al beschoten tegelijkertijd. Want ja, dat is de wereld van 2015, hè. Op ieder zit je als je ziet. Maar Vera, ik ook niet. En Skywars, steken ze superveel pijlen in één kist. Ik heb gehad dat er 6 pijlen in één kist. Ah, oh, Minium Teamers. Wait. Wait, mate. Wait, mate. Die dude zit hier zeker te kijken, what the fuck is he doing? Altijd achterkijken, want... Minium. Are you fucking serious right now? Waar dat zijn gay vriendje daar bijna is. Yep, bij de quest het. Oh, wat een noob. Oh, dat is zo noob. Dat is zo noob. Oh, zo noob. Nee. Bye bye, motherfucker! So he's down. Shit. We'll see what happens. Good pickaxe. Ja,
if you keep quiet and stay out of sight. I believe I'm getting the hang of this. Quiet. I fear they're onto us. Hang back. Shit, what you'll be heading while I'm missing. Alles. Weet je dat er een betont is? Ja. Oh, wat een noob. Nee, ja, ja. Nice! GG! Nice, nice. Oké, nog één enemy dood. Nice, nice. Golden apple. Nice, nice. Nice, bro. Oké, nice. Waar is de laatste persoon? Laatste persoon? Nee, zeg dat het een camper is. Waar is zij? Wat? Oh, oh! Dit is Vic nog altijd. En we zijn weer in het tweede potje op de map Biomes. Een van de grotere mappen van Minecraft Skywars. En Vic, wat ben jij eigenlijk aan het spelen nu? Vic, wat ben je... Assassin's Creed, welke Assassin's Creed? Black Flag speelt hij nu. En als je niet weet, dat is een spel, van Assassin's Creed. En ik heb weer de Swordsman kit genomen. En laten we maar weer beginnen. En laten we proberen weer een potje te gaan ownen. Dus ik ben weer in mijn ondergrondse koelkamer. En ik heb 4 golden apples. Dat is ook een... En zel hier tand van het water. Maar ja. Maar niet op mijn profiel. Op je profiel. Ja mensen, als jullie afvragen wat de fuck is dat. Vic, leg het maar eens uit. Wat het daarnet gebeurde, anders dan de mensen denken van, wat is dat daar? Vic! Wacht even. Dus dan hebben we dit. Nee. Ik had jou hem toch niet aan ons gedaan? Nee. Bij Jean-Paul? Nee. We hebben gewoon meegewerkt. Als hij zet het op je profiel. Wij hebben beide goed meegewerkt. We hebben niks gedaan. Beloond. Ik weet het. Zo. Dus die man heeft niks door. Waar zit die man? Daar is er niemand. Ik denk dat ik eerst naar hier ga. Ja, dus. Wat dat er is gebeurd in Assassin's Creed. Ja. Dus ze hebben mijn kaart afgepakt. Nee, shit! Oh, die man, hij stonk er toch, maar ik dacht dat er niemand stonk. Oké, GG, we gaan naar het volgende potje. Hey mensen, we zijn weer in het laatste potje van deze aflevering. En we zitten op de mat Angelic van de Engels. En Vic gaat nu doorvertellen over zijn Assassin's Creed ervaring. Ze hebben mijn kaart afgepakt. Ik moest die terugpakken, want soldaat mag het mij niet zien. Ja. Dus je moest eigenlijk sneaken voor zijn kaart terug te pakken. En ik kan zeggen, soms in Assassin's Creed is dat pittig moeilijk. Ja, want de soldaten staan rond een gebouw en op het dak. En ik heb alleen maar een zwaard.
En ze mogen iets door hebben, dus ja. Drop kun je ook niet doen. Nee. En we gaan weer mijn tweede kist. En ik heb geen golden apple deze keer. Dat zuigt wel een klein beetje, maar ja. We hebben wel een chestplate. We hebben veel emmers. We hebben heel veel sneeuwballen. En ik zal maar naar mijn vijand. Ja, ik zal naar mijn vijand toe bouwen. Om te kijken of ik hem kan vermoorden. Maar ik doe wel een klein beetje... Shit, hij is super sterk. Shit. Hij is sterk. Team, team. I'll give you loot. Ja, voor de zekerheid, want ik vertrouw eigenlijk... Team? Team, team? Oké. Okay. Dus hij wil teamen, ik laat hem naar mij komen. Dan kan ik er hem van smijten, zeg maar. Want hij staat er echt te kijken als een scumbag, dus eigenlijk vertrouw ik er geen flikker van. Wacht. Ik kan mij niet veel doen. Ik kan mij niet veel doen. Nice. Oké. Okay. Als het ding nu blokkeert, of als ik wegval, gewoon haar doen. Ja. Gewoon haar baan. Ja, 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 nice, nice. Maar ik kan wel moeten nog dat afmaken, want allee, stop te. Oh, achter ons zitten ze te pvp'en. Kom, teddybeer. Teddybeer, kom. Kom. Ja, boom naar mij. Ik doe je geen kwaad. Ik vernietig je ziel gewoon. Motherfucker. Nee, 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 nee. Fuck. Je was sterker dan mij. Shit, hé. Ik wou het toch eens proberen, maar het lukte niet. Hopelijk hebben jullie genoten van deze aflevering. Like en abonneer voor meer.